Tortek staat hier voor de wijdrijders van Tiel. Stefan Wellner. Voor de logsprinters, Rienke Tempert. Voor de Flying Birds, Joël Barels. Voor FCC Putten, Stefan van den Bergen. Voor Unit Assassen, Michel Boven. Voor FCC Putten, Paul van der Leij. Voor FCC De Vaart, Perjan Nepsen. En last but not least, voor de MNV, het Twentse Ros, Matthijs de Ruiter. Succes. We zijn al erg aan de laatste finale van vandaag. De laatste trui, die ligt te wachten op een van deze mannen. Goede start daar voor Assen. Het is Michel Boven, Unitas Assen, die is eerst de bocht ingaat. En Nepsje neemt hij met zich mee. Nepsje van de Vaart, Berdian Nepsje op die tweede plaats. Maar helemaal voorin, voorin is het Assen. Michel Boven gaat hier aan de leiding, de man in het rood. Kan Nepsje volgen? Ja, dat kan hij inderdaad, hij zit er heel goed bij hoor. Nepsje op die tweede plaats, hij komt langs, maar een beetje niet mee. Michel Boven van de leiding, zit er in de binnenkant. Nepsje de buitenkant, stuurt van buiten naar binnen. Daar is het Assen op 1. Ja, het is de Vaart op 7-2. Paul van de Leij komt er ook aan. Op die derde plaats, daar komt hij aan. Nepsje. Mepsje, oh, Mepsje over boven. Jongens, jongens, het is niet te zien vanaf hier. Ik hoop dat we de fotofinish heel scherp hebben, want ik durf niet te zeggen. Michel van boven of Mepsje, Berdian Mepsje.